Vandaag doen wij een race op Ameland. We beginnen hier in het westen bij de vuurtoren van Ameland en moeten helemaal naar de andere kant van het eiland zien te komen. En dat gaat als volgt. Dit is het prachtige Ameland en dit zijn de checkpoints die wij moeten volgen richting de finish. Bij elk checkpoint staat er een challenge op ons te wachten die de race makkelijker of juist moeilijker kan maken. Wie als eerste bij de finish is, wint de bankzitters Ameland race en wie als laatste is, krijgt een straf. Hé, hey, mijn hart gaat echt sneller kloppen. I back. Ik ben hier als kind 4 keer geweest en ik ben hier bij die vuurtoren. En ik zie gewoon dat ik hier gewoon foto's gepost heb van vroeger. Misschien kunnen we die leuke foto's er even inplakken. Hier, dit is Ameland. Dit is Ameland, ook dit is Ameland. Apeland. Om te bepalen hoe wij gaan beginnen, heb ik deze envelop gekregen. Waarop staat startpunt. Startpunt. En daar zijn we nu. Welkom op Ameland. Vandaag gaat een spannende race worden waar goed beginnen al cruciaal kan zijn. We beginnen met een inschattingsvraag. Degene die het meest dichtbij zit mag direct beginnen met lopen. De persoon erna mag na 3 minuten. De persoon daarna na 5 minuten. De persoon daarna na 10 minuten. En degene die het vers van het goede antwoord af zit, mag pas lopen na 15 minuten. Maakt mij niet uit, ik ken de weg hier. Dat is wel echt een groot verschil met ons. Eigenlijk is het niet eens eerlijk, waarom doen we het nog? Hij kent de weg hier. Over plekken gesproken waar je niet doodgevonden wil worden. De vuurtoren van Ameland. Wat een vrie. Geintje natuurlijk. Kijk. Want elk jaar betreden veel toeristen dit prachtige eiland en worden ze ontvangen door deze vuurtoren. Vind ik tof van je, Koen. Ja, leuk. Hoeveel toeristen betreden er elk jaar Ameland? Bro. Yes. Dit weet ik. Tel ik ook mee. Oh, vriend, kijk hier, jongen. Mafkees, mijn godje. Het is handig als ik even je heb. Alles meer dan 5 vind ik te veel. Oké, Mat, openingsbod. Openingsbod is 100k. Ik dacht ook zoiets. 220.000 en 1. Ik heb 150.000. Oei, ik zit er nu door dat laagste, man. Ik heb 82.344. 179.000. Oh, we zitten allemaal. Ja. Oei, een beetje we zitten wel dicht bij elkaar, man. Het aantal toeristen per jaar op Ameland komt neer op 600.000. Dat is niet bof voor jou, man. Nee. Oké, aangezien ik als laatste weg mag, doe ik de tijd wel. Oké. Want dan kan ik namelijk ook een beetje cheaten. Oké. Go. Kom hier, jongens. Woe! Ik had trouwens gewoon hartstikke rustig aan doen. Ik zag net, het is 1,3 kilometer lopen. Doe je volgens Google Maps ongeveer het kwartiertje over. En wel meteen gewoon een volle voorsprong van een heel checkpoint op Milo. Heb je een nieuwe broek, Koen? Besef, ik zei vanochtend, zei ik, moet je niet een broek aan die wat makkelijker rent? Want ik moet veel rennen vandaag. Dit is de makkelijkste broek die ik heb waarin ik kan rennen. Ja, dat is echt zo. Het is een beetje een dag van de lange adem. Ik bedoel, we moeten dat hele eiland over. Dus ik ga niet allemaal rennen en zo. Want het gaat nog lang genoeg duren, je moet je krachten sparen. Dus rustig beginnen. En we hebben toch al die voorsprong, dus dat is prima. Hoe is het? Motivational songs. Ruben, je wilt tryhard lekker of niet? Volgens mij alle shortcuts, alweer te bekijken. Het is ongelooflijk. Hij weet dat hij daarheen moet, beter dan daarheen. Je hebt dit bospaardje zo en dan steek je tussendoor. Dan hoef je niet het hoekje om. Ja, echt, ik ga echt liever gewoon. Het ben ik allerlaatste dat ik zo ga tryhard. Koen. Ja. Nog een half minuutje. Fuck. Dan gaat het gebeuren. Nog even iets meer motivational muziek. Ja, maar het is helemaal niet leuk. 3, 2, 1. Tot zo. En daarmee is ook Koen vertrokken op deze race. Mensen, we zijn los. Ameland is, dit is 25 kilometer van de ene naar de andere kant. In de marathon van Sittard, waar hij 24 uur over had, kon hij maar 24 uur lopen en daarna kon hij zijn benen niet meer, vooruit slepen. Ik ben nu op weg af. Kijk. De vuurtoren. Ja, en hier nog een vuurtoren. Ah, dat is leuk. Oké, we zijn nu echt 3 minuten onderweg. Dus ik weet vanaf nu is de volgende persoon ook in het spel. Toch als je altijd voorop ligt in zo'n race, dan weet je van... Kijk, je kent dat blauwe schildje, weet je wel, van Mario. Daar ben je dan toch bang voor, dat die opeens gaat hitten. Ik heb maar 2 minuten tot het roel gaat. Ik moet gewoon een stevige pas erin houden. Dan komt het helemaal goed. Ik ga even naar Rob rennen. Ik wil eerst staan. Hoe lang moet ik nog? Want 50 seconden. Ik zit best snel naar Koen. Ja. Jij hebt Koen denk ik oprecht binnen een kwartier al in gehad. Ik dacht van, ik ga zo meteen sprinten, want dat doet niemand. Maar dat doen we voor mij allemaal wel. Ik ga niet sprinten. Wello. Je kan het ook voor het einde bewaren, hè? Die energie. Nou, wat ik misschien ga doen, ik ga misschien rennen tot ik niet meer laatste ben. Ik kan lang rennen, vriend. 3, 2. Heb jij een afstand? 1. Nee, maar het is daarin. Nee. En wij zijn los. Een dagje Ameland, een dagje Nederland verkennen, te voet. Dat is toch het allerleukste wat er is. Ik kom zo terug naar mijn jeugd hier. Dat is zo leuk. Maar je hebt ook heel jeugdig dat petje achter zijn voren gedaan. Terug, heel man. Jeugdig. Kijk nou wat ik daar zie. Oh, ik zie hem. Rent hij nou ook? Oh ja, hij loopt. Daar loopt hij in de verte. Zien jullie hem? Ik wel. Wat een tryhard. Komt hij aangesprint. Hij is sowieso al moe. Kan niet meer, gek. Mijn benen zijn ook helemaal moe. Is dat nou Roel? Jezus, Roel is ook aan het sprinten. Godverdomme. Ja, en Roel komt erachteraan, hè? Die gaat zeker ook sprinten. Dus dan liggen we ongeveer alweer gelijk voordat we bij het eerste checkpoint zijn. Maar wat ik zei, het is een dag van de lange adem.
moet niet alles al meteen geven. Ik zie Koentje al daar op afstand. En zeker een kortere afstand dan 2 minuten die hij voorsprong op mij had. Kom dan! Ik kan niet meer. Ik wil heel even eerste staan. Ren door dan! Je moet er wel voor werken. Zo simpel is het niet. It's 10% luck, 15% skill. Kom even, dan sta je even eerste. Jeroen komt er ook al aan. Ik zie Robbie ook al. Die loopt net iets voor Koen. Ah, je bent er nu echt bijna. Yes. Kom maar, even die voorsprong. Ah, je bent een walgelijke fan erop. Walgelijke fan. Gaan we dus even mooi niet doen. Dan komt die Roel straks ook nog. Die vuile tryharder. Ah, daar komt die aan, jongen, die Roel. Joep! Wat een vuile tryharder is dat, zeg. Met zijn korte broek. Echte mannen doen deze challenge in een gukkiebroek. En dat ben ik. Ik zweef weer dood, man. En ik heb echt 1 minuut gerend om Koen te pesten. Die trouwens nog steeds hier net achter me loopt. Ik zie nu wel dat Roel er ook net aankomt. Die is Koen nu bijna voorbij. Niet gek laten maken, Koen. Hopelijk zijn er veel kennisvragen. Want ik ben slim. En Rob en Roel zijn samen heel dom. 5, 4, 3, 2, 1. Ik zie je, bro. Oh. Die broek zou nu al op. Ah, die tas is echt irritant, ouwe. Oké, het is 1,2 kilometer naar het eerste checkpoint. Ik ben van plan die gewoon in deze hardlooppas te doen. Maar ik denk dat ik dan al niet meer laatste lig. Rob gaat ook rennen. Die is bang voor Roel. Kijk, Roel gaat Koen nu inhalen. Ik wil wel even als eerste bij dat checkpoint zijn, man. Het is hier recht voor mijn neus. Dus dit blest mijn haarlijn ook niet per se. Maar goed. Dag, man. Zo. Ja, ik heb geen zin om alleen te lopen. Man. Oh, had het al gezegd. Had ik gewoon gewacht. Rob denkt dat jij hem achter me aankomt, maar is dat niet zo. Nee. Ik hoef niet meer op te lopen. En terwijl Robbie bijna bij het eerste checkpoint is, ik mijn achterstand op Koen heb goed gemaakt en Matty is vertrokken, pakt Milo zijn geheime wapen erbij. Bangste de sportbroekje. En die gaat aan. Strak om de penis. Dit is heerlijk hoor. Kijk, en dit, ik zie al die gasten komen met die Gucci broek. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Daar zijn we. Checkpoint 1. De bushalte van Amelander Kaap. Ik hoop dat ik persoon 1 ben. Oh, Rob staat daar in het telefoonhokkie. Is het daar? Ja. Oh, wat snel. Normale step. Gefeliciteerd. Je mag dit vervoersmiddel gebruiken tot het volgende checkpoint. Laat hem daar achter. Kanus, dit is helemaal geen voordeel dat ik hier als eerste ben. Oké, tweede. Pak ik de derde gelijk. Kom op. Je mag dit vervoersmiddel gebruiken tot het volgende checkpoint. Het Kaolo skateboard, ouwe. Ik heb hier een kaart. Gefeliciteerd. Je mag dit vervoersmiddel gebruiken tot het volgende checkpoint. Laat hem daar achter. Wat is dit? Rolschaatsen. Oh, dit is best snel. Dit is beter dan een skateboard, denk ik, man. Dit is skateboard is ook zo skeer. Geef me een revertboard, ouwe. Ik heb rolschaatsen. Ik kan dat niet. Dus ik ga sowieso flikkeren. En dan verbrijzel ik mijn knieën en mijn ellebogen. Ja, maar dit duurt een eeuwigheid om aan te krijgen alleen al. Ja, ik oprecht. Ik loop sneller dat ik skate. Tering, man. Doei. Als ik een skateboard neem, ben ik sowieso gelijk laatste. Want ik skate langzamer dan 5 km per uur. Kijk hoe hard hij erop gaat. Kun je misschien een vet shot van me maken, Koen? Dat ik hier aan het steppen ben. Oh jee. Dit is zo'n ongelofelijke handicap. Want ik ga gewoon hard op mijn mel flikkeren. Het is 2 kilometer lopen, 26 minuten. Dus dat is best wel een stukje, man. Maar hoe mooi is dit, mensen? Wauw. Amelander. Echt zo leuk om hier te zijn. Het enige voordeel wat ik heb, is dat ik voor mijn gevoel net zo snel ga als dat ik ren. Maar dat het me minder inspanning kost. Dus dat ik dat rennen later kan doen. 1, go. Oké. Okay. Later, bro. Die tas zit kut, jongen. Holy shit. Ik trek het nu al niet, man. Oh, bro, wat zie ik hier? Een skateboard en een bushalte. En die bushalten zien er zo uit op Ameland. Checkpoint 1, de vierde. Dat ben ik. Je mag dit vervoersmiddel gebruiken tot het volgende checkpoint. Ik heb nu deze elektrische step, maar ben ik snel mee, ouwe. Ik trek dit niet, man. Ik ben helemaal verrot al. Dit is niet handig. Ik ben nu ook al aan het gutsen. Ik begin al helemaal door te lekken overal. Oké, boys, we staan op de elektrische step. Wow, de tering. Dat is altijd zo gevaarlijk, jongen, met filmen. Maar we kunnen nu echt meters maken, dat is niet normaal. Koen, begrijp ik nou goed dat we hier eigenlijk helemaal niks mee opgeschoten zijn? Nee, ja, jij wel. Jij hebt me al ingehaald. Ja, gevaar voor eigen leven. Ja, je ging net al bijna op je bek. Ja, hele tijd. Oh, ik had een skateboard. Ja. En voor hem gewoon een grote hoog. Oh, Roel, pas nou op alsjeblieft. Oh. Oh, oh, oh. Nou, Roel mij ook ingehaald. Zo zag ik weer voorbij komen in de elektrische step. Potverdikkie. Ik weet dat het voor mijn tijd niet gunstig is. Als ik toch even zo'n paard kan aaien, dan doe ik dat natuurlijk altijd. Hé, hey, jochie. Hé, hey, jochie. Kaulus, Kaulus. Kaulus gaat allemaal. Oei.
Oh. Oh, ik schrik me de tyfus van je. Ik kan me niet voorstellen dat ik nu niet binnen no time zeker Raoul ga inhalen. Maar ja, die heeft natuurlijk ook misschien wel een snel hulpmiddel. Maar never zo snel als de elektrische step. Dit nadert zwart de snelheid van een auto, Yusu. Daar komt iemand op een step al. Het is echt ongelooflijk. Matt heeft een step. Het is echt te triest, ouwe. Ik ga ook echt weer die step van te nakken, denk ik. Huh? Dat is Koen! Dat is Koen! Hij heeft helemaal niks van vervoersmiddel. Nee, dat weet ik, Matt. Hey! Ik beuk je eraf, hè? Je begon als tweede, toch? Ja, ik had een skateboard, man. Hey, daarvoor, wat zie ik daar? Zie ik daar iemand rolschaatsen? Ja, en Rob heeft een step. Hij was als eerste en had alsnog een step. Ja. En jij is skateboard als tweede. De RNG is niet in je voordeel. Joehoe. Zou je energie sparen voor later in het spel, hoor? Nee, hoor. Bro, mijn topsnelheid is niet normaal. Usain Bolt, ik kan niet meer. Dag. Knap, man. Mijn step. Knap, vriend. Knap. Heel knap. Ik zie daar iemand rolschaatsen die er helemaal geen houtje touwtje van kan. Mijn heupen. Ik dacht dat het lichter zou zijn dan lopen, maar mijn oude heupen kunnen er niet aan. Een kunstheup. Dit is een zielige oude man op rolschaatsen. Jij kan er echt helemaal niks van. Hou je bek. Je zet niet af. Je maakt korte halen, man. Lange halen. Hé, hey, wie zie ik daar dan? Hé, hey, Rob. Mijn hele linkerpoot is aan de tering, man. En ik zie nu Roel op de rollen schaatsen. Die lag natuurlijk derde. Maar Matt komt hier nou ook aan. Die lag oprecht vierde of vijfde. Hallo, ik heb gewoon die raket bij Mario Kart gepoeld, man. Bro, ik zeg net aan het begin, hè. Ik ben bang voor het blauwe schild. Raketje komt langs. Raketje. Waarom ben je gestopt? Heb je lekker band of zo? Kanus, man. Mijn benen zijn helemaal kapot, man. Hij staat gewoon. Hij hoeft niks te doen. Hey! Daar heb jij hem ook weer. Ik hoop dat je valt, man. Ik hoop dat je valt. Ja. Ik hoop ook dat ik val. Dan ben ik er klaar mee. Ik moet zeggen, ik las dus vier omdat ik die vraag slecht beantwoord had. Maar de RNG gooit het weer helemaal om. Ik lig nu zo ver eerste straks. Hoho! Boe! Hoho! En hij is verdwenen! Ik vroeg me al af waarom ik hem überhaupt heb ingehaald. Ik zie de bushalte. Ik ben weer een klein stukje gaan rennen. Want ik merkte dat ik even energie had. Volgens mij is dat de bushalte. Het enige probleem is wel dat ik hier niemand meer zie. Er hangt nog één envelop. Checkpoint 1. Sportjelletjes. Gefeliciteerd. Je mag deze jelletjes nog het hele spel gebruiken. Wat moet jij hard gaan met deze energie, zeg? God, maar wat zijn die dingen van de marathon? Wat heeft de rest dan? Een elektrische step! Bro, elektrische step. Wat heeft hij nog meer? Wat is dit? Skateboard, normale step, rolschaatsen. Ik heb sportjelletjes en ik ben al laatste. Godverman. Nou, oké, hup, tempo. Ja, ja, daar zijn we dan. De bioboerderij. Oh, en nog mijn specialiteit ook. Checkpoint 2. Ook op Ameland zijn ze dol op voetbal. Legende van het eiland is Jan Bruin, een eredivisieheld van onder andere Cambuur en Volendam. Hopelijk heb je ook iets van zijn talent en lukt het jou snel om een bal vanaf de markering op de lat te schieten. Zodra het is gelukt, mag je verder. Ik ben er. Hey, Matteo. Hey, broski. Hey, Rob en Matt. Ik ben er. We kunnen die dingen uit. Is dit ook mijn challenge? Ja, je moet op de lat schieten vanaf hier. Zullen we tegelijk schieten? Komt-ie. Maat, dit is echt een teringballen. Bro, het volgende checkpoint is 25 minuten lopen. Hey, ik denk dat ik niet veel keuze heb. Ik ga maar zo'n beetje rennen. Ik ben over 300 meter, maar ik zie die gast helemaal niet, joh. Ik ga denk ik weer een stukje rennen om toch een beetje tijd in te lopen. Wat heb je een mooie broek zo in je shirt in je broek? Ja, man. Spaccaroni. Hey, we staan hier. Oké, mensen, komt in de gym. Wat is het idee? Je moet op de last schieten. We zijn straks met z'n beiden, denk ik. Hey. Ja, ik kan er helemaal niks van, want ik speel nu wel echt als een downer. Maar bro. Oeh. Rob, op de trap. Oh. Trek het niet meer. Ik heb, denk ik, een minuut of 10 hard gelopen. Misschien wel minder. Misschien wel 2. Maar het voelde als 10 minuten. En ik ben helemaal verrot. En ik ben aan het gutsen. Ik kan wel even mijn petje afdoen voor jullie. Dan zien jullie wat een gutshoofd ik nu al heb. Ja! Boom! Terug aan de leiding! Daar heb je helemaal niks aan, want dan word je waarschijnlijk dadelijk benadeeld. Maar dat maakt niet uit. Ik ga door. Aan de ene kant moet ik nu weer 1,2 kilometer lopen. En dat is in principe minder snel dan op een step. Maar toch vind ik het wel lekker dat ik even gewoon weer lekker kan lopen. Kijk nou eens wat we hier hebben. Wat is dit? Een dobel. Dat is liqueur. Ja. Ah, doe maar teugje. Oh, die is wel lekker zeg. Hey, dit is top, man, hè? Ja, heerlijk. Hey, we zien elkaar weer. Hey. Hoi, hoi, hoi. Dat is het enige voordeel. Als je al in de eerste 5% van het spel garantie hebt dat je laatste gaat worden, dan kun je er gewoon iets leuks van maken. Puntetje. Dat is even hoe je op kan. Punt, hè?
Daniel al 2,5 uur. En Milo is er nog steeds niet. Doei, doei, doei. Oké, ik ben nu oprecht al 10 minuten of zo aan lopen. Maar ik zie ze daarachter nog wel op het veldje staan. Ik moet nu zo rechts afslaan, dus dan verlies ik het zicht op ze. Maar volgens mij staan ze er nog steeds allemaal. Dat betekent dat, nou, ik ben nu denk ik bijna 10 minuten aan lopen. Dat in die 10 minuten nog steeds niemand de lat heeft geraakt. Als ik het zo moet beoordelen, denk ik wel dat Koen als eerste achter mij aankomt straks. Vanwege dat zag het meest soepel uit. Normaal had ik altijd gezegd van ja, ik denk dat Matty hem als eerste raakt. Maar die stond echt te stuntelen, jongen. Misschien kunnen we daar nu nog even een leuke schot van inplakken. Doei. En door dat stuntelen loopt Robbie uit op het peloton, waar Milo juist weer bij aanhaakt. De bioboerderij. En dan zie je dat het goed is een voetbalvals. Bro! Iedereen is hier gewoon! Hé, hey, dit is wel lekker zeg! En wat is dit? Latje trap. Latje trap! Die Rob is al zo lang weg, jongen. Telt dat? Nee. Ja! Nee! Mashallah. Eind Mubarak, lieve mensen, ik ga. Het grote nadeel is dat ik nu moet lopen een heel stuk. Oh, ik ga wel weer rennen. Maar ik ben een positie ingehaald. Want ik was na Rob en Matt, maar voor Koen. En nu lig ik tweede. Ik lig wel denk ik op een afstand ten opzichte van Rob die ik niet meer goed kan maken. Ik heb best wel een beetje trek. En ik loop nu in het prachtige Ballum. En hier is een spar. Kijk nou. Even wat pauwvoedsel. Nou Milo, laat het maar zien dan. Ik ben helemaal klaar mee man, maar ik sta ja. Nog veel korter dan jullie. Ja. Dat is wel lekker nieuwe Air Force. Come on! Niks wil ik horen vriend! Als ik van iemand moet zeggen die ik zeker nog tegen ga komen vandaag, dan is het die jongen met dat witte Gucci petje. Heren, wij zien elkaar. Oh mensen, deze is wel lekker zeg. Ben je ineens derde. Boom! Mil, ik kom eruit jongen! Daar is hij nog hè! Daar is hij nog! Hey. Fuck! Hij raakt hem! Nee! Hij raakt hem! Godver man! Nou, dan gaan we maar eens even rennen. Koen, omdat het zo'n mooi schot was, signeer ik die bal even voor jou. Gesigneerd en al binnenkort te koop in de webshop, want jij gaat hem waarschijnlijk verkopen. Deze heb ik op de lat geschoten. Hier. Stop, man. Ja, dat vind ik echt te gek. Hey jongens, ik weet het goed gemaakt. Ik trek gewoon een sprintje naar Milo, dan loop ik samen. Dan lopen we samen. Cameraman, daar zijn we dan. Nou, het even laten zien hoe het moet. We zijn er. En ik was echt bang dat ik geen fietsje zou krijgen. Omdat ik voorop lag. Dus ik dacht, ik ga nog even rustig naar de supermarkt. Misschien moet ik ingehaald, misschien niet. Maar kijk nou, we staan er toch echt vijf. Op Ameland woont er 1,5 schaap per mens. Een school op Ameland heeft 646 leerlingen. Hoeveel schapen zou deze school volgens deze formule hebben nadat de directeur van 53 schapen een kapsalon heeft gemaakt? Vul het goede antwoord in op het slotje. Oké, rekenen. Ze blessen me weer, man. Hou jij nou ook van cijfers en nummers? Op Ameland woont 1,5 schaap per mens. Dat zijn 646 leerlingen. Keer 1,5. Er komt dus 323 bij. Is 969. Vervolgens maakt hij van 53 een kapsalon. 966. 916 is de code. Hij is open. Nou, je mag deze fiets gebruiken tot het volgende checkpoint. Wow, dat vind ik heerlijk. Even goed nadenken, want die jongens gaan natuurlijk bij mij proberen af te kijken. Want zo zijn ze ook alweer. Even de code veranderen. Ik ben er. En ik zie Rob, terwijl hij echt al een half uur geleden klaar was met het voetballen. Hey, dit had ik niet verwacht. Wat doe jij hier? Ik heb net even wat lekkers gehaald bij de winkel. Oh, waar moet ik zijn? Moet ik hier zijn? Ja, hier is het. Kijk eens wat we hier hebben. Op Ameland woont er 1,5 schaap per mens. Een school op Ameland heeft 646 leerlingen. Hoeveel schapen zouden deze school volgens deze formule hebben nadat de directeur van 53 schapen een kapsalon maakt? Hè? Zou Rob toevallig het dingetje van het vorige van zijn slot niet hebben opengemaakt? Ah, kut, die heeft hij wel veranderd. Wat een leven, joh. Heerlijk, op de fiets, op Ameland. Wat geweldig. Ik snap wel dat dit een mens gelukkig kan maken. Je hoeft niet per se naar Ibiza of zo, hè? Hier in Nederland heb je ook gewoon mooie eilanden. Ze hebben hier dan misschien geen Ushuaia, maar ze hebben hier wel Café Nes. En dat is toevallig de volgende locatie waar ik naartoe moet. 6 kilometertjes fietsen, helemaal prima. Dus 646, volgens die berekening, keer 1,5. Dus komt er 323 bij. 369, 969 gedeeld door 53, sowieso 10. Dat is, ik snap al, 969 en dan gaan er dus 53 vanaf. Ik heb hem. Hoppakee, je mag deze fiets gebruiken tot op het volgende checkpoint, laat hem daar achter. Het staat op het doosje. Goed zo, dat is idee. Deze benen zijn van staal. Vroeger, altijd zo lang naar school moeten fietsen en nu werkt dat eindelijk in zijn voordeel. Ja, die Rob ga ik zo tering hard inhalen. Ik zit ook nog naar die Koen te kijken. Vanaf daar in de achtergrond. Hij schiet alles mis. Godverdomme. Waarom ben ik zo slecht? Hey, kom gezellig samenlopen, Miel. Ja, ren maar naar me toe. Oké,
Ja, vriend, dat haal je niet bij. Hij is brokko, hij heeft nog geen conditie. Hij is brokko. Vriend, je gaat me nooit inhalen hoor. Nee, prima. Ik wil wel samen met jou lopen. Alleen wil ik de volgende wel, als er een kans is op een powerbell, dan gewoon dan de derde. Oh, dan neem ik de vierde. Ja? Ja hoor. Hoe later hoe beter, dat weet je met die power-ups, zoals net ook. Ik was laatst, ik had die jelletjes. Ja, ik was vierde, ik had een elektrische step. Ja, dan is het niet hoe later hoe beter. Dan is het toevallig vierde gewoon goed. Hoe kan ik hier nou als enige staan? Kopje erbij. Laat je niet gek maken. Kom. De lat, de bal. Bal op de lat. Hoe moeilijk kan het zijn? Heel moeilijk blijkbaar. Doei. Yeah! Ameland, I love you! Hoppa. Daar gaan we dan. Die kant op. Ik zie Rob daar in de verte volgens mij. Helemaal daar in de verte. Ik loop op hem in. Nee joh, ik word ingehaald. Fuck man, die roel is kapot dichtbij. Hoe kan dat nou weer? Daar is hij. Oh, ik ben kapot. Wow, niet meteen kijken, maar Mathieu van der Poel achter mij, man. Ja, fietsen is mijn ding, hè. Kijk hem nou, man. Hij is ook een betere fiets. Doei. Man krijgt de fiets en verandert in Mathieu van der Poel. Voor het eerst in deze race, eerste. Mijn benen beginnen wel te verzuren. Ik heb zo'n gevoel, dit is niet per se een wedstrijd waar je de hele tijd eerste wil liggen. Want het gaat straks echt nog een keer in je rug steken. Bro, de Spar. Die Spar ken ik nog van vroeger. Daar gingen wij wel eens heen. De Spar op het dorp, ouders. Mijn hele jeugd flits over mij. Met dit pleintje, daar kon je ijsjes halen. Daar heb ik schatkistijsjes gehaald, man, vroeger met de fiets. Oh. Hey, het is hier zo, man. Is dit het? Ja, hier links. Oh, dus de volgende checkpoint is gewoon naast dat tentje waar ik vroeger altijd schatkistijsjes haalde. Oh. Mijn jeugd flits toch allemaal voorbij. Schatkistijsje represent. Schatkist Jans. Die vind ik leuk. Die is episch. Ik zie kistjes en drie fietsen. Op Ameland woont er 1,5 schaap per mens. Een school op Ameland heeft 646 leerlingen. Hoeveel schapen zou deze school volgens deze formule hebben nadat de directeur van 53 schapen een kapsel opmaakt? Dit is top, ik zou hier nooit uitgekruist komen. Ik wel. 969. Hij maakt er 53 af. Is 916. Bro, ik heb hem open. 916. Dat duurt toch 10 seconden. Ja. Hey. Huh? Hop, dit is wel lekker, vriend. Hey, 30 seconden later hebben we zijn weg. Dan gaan we ze even als ANWB koppen, gaan we ze even op pad. Miel, samen naar de top. Rob en Roel, team Treyhard, we komen ze pakken. We kunnen ook even terug fietsen, kijken hoe het bij Koen gaat. Nee. Nee? Nee. Oké. Ik kan zonder handen fietsen, kijk. Allemaal geleerd toen ik jong was op Ameland. Huppakeetje. Zit ik de hele dag. Oh, met deze mongool. Die ken ik ook. Kijk eens even mensen, daar is hij. De snackbar, hele dag. Deze hier heb ik nog een frietje gescoord. Daar heb ik toch nog wel eens een lekker frietje gescoord. Kan je mij niet gewoon met rust laten? Nee. De hele dag met die tyfusmongool op pad. Het enige wat je kan doen is vertragen, want versnellen dat lukt je niet. Hey, ik zie Koen niet hoor. Nee, Koen is echt ver nog, man. Koen is echt loes. Zou misschien nog wat te pingelen. Koen, die zien we oprecht niet meer vandaag. Ja, ik vind het ook wel lekker een keer een dagje niet Koen zien. Als ik hem dan een keer een dag niet zie, zet ik even RTL 4 aan. Komt hij weer langs bij RTL Boulevard. Ik word er helemaal gek van, man. Ik lig aan kop nadat ik Robbie heb ingehaald en ben bijna bij het volgende checkpoint. Milo en Matty vertrekken per fiets uit het dorpje van de fietsenverhuur, terwijl Mr. Boulevard himself juist dat dorpje binnenloopt. Volgens mij ben ik er bij fietsverhuur, verkoop, reparatie. Oh, dit is de challenge, oké. Op Ameland woont er 1,5 schaap per mens. Een school op Ameland heeft 646 leerlingen. Hoeveel schapen ze de school volgens de formule hebben dat de directeur van 53 schapen een kapsel opmaakt? Oké, 646 keer 1,5 is 323. Dus 323 erbij is 969. Min 50 is 919. Ik ben niet gek. Dat is dan 909. Oh, 53 schapen. Ah, 916. Excuus. Ah, hij klopt. Oké, top. Ik heb hem. Hij gaat open, ik heb een sleutel in. Oké, ik heb een fiets. Ik voel me echt helemaal niet zoals ik me zou moeten voelen. Maar ik ben blij dat ik een fiets heb, dat ik even niet meer hoef te lopen. Dat is wel echt lekker. Ik rijd nu het dorpje Nash in. N-E-S. Nash. Zuinig. Het dorpje Nash. Het is hier best wel bruisend, man. Kijk, en daar zie ik hem al hangen, hoor. Checkpoint 4. Je mag door zodra je 5 bier op hebt. Oké, we zijn er. En ik zie al een fiets staan. Nou, meerdere zelfs. Maar ik denk dat dat de fiets van Roel is. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ik ongezien nog ingehaald ben door iemand anders. Maar hier is het. Café de Nash. You want de Amstel, de Brandy. We have a few. The brand? Brand? Then brand, please. And you want 5 at the same time? Yes, please. Yes. Yes. Did he already order 5 beers? Can I make a 10? 10. Yes, thank you. 10! Hey. Ik moet zeggen, Matt, ik hoor jou wel veel puffen en steunen. Nee. Heb jij het zwaar?
We hebben tegenwind. Eén regel is op de fiets. Je hebt altijd tegenwind. We zijn er bijna wel, jongen. We zijn er bijna. We zijn bijna in Nashville. En zijn we bij Café Nash. Ik ga er wel rustig van genieten, hoor. Ik ga niet allemaal haasten. Daar heb ik echt geen zin in. We gaan gewoon even lekker met z'n tweeën als oude vrienden. Oh. We moeten wel opdrinken. We lopen samen hand in hand op Ameland. Ik weet niet of ik nog wel door kan naar dit, man. We zijn er over 1 minuut. Ik herken dit ook allemaal en ik maak niet eens een grap. Café de Nash. Het ziet er aardig verlaten uit. Broeder, het is hier. Ik heb een hele bezweten arie. Ik ook. En een rug. Bezweten rug hier, man. Oh, ik kan helemaal niet meer lopen van dat fietsen. Het is wel een vreselijk gezellig dorpskerntje. Het is echt een heel, heel gezellig dorpskerntje. Vreselijk gezellig. Rob, ik vond het fantastisch. Ik niet. Wil je wel even betalen voor je gaat? Nee. Hey! Hey! Hey, kijk eens wie we daar hebben! Kijk eens wie we daar hebben! Hey, Jostie! Kijk eens wie we daar hebben! Oh, jullie komen lekker met z'n tweeën. Waar is de AWB-koffer? Wat is er? Ja, succes. Oh nee. Hey, Barry is er ook nog! Oh, 5 biertjes. 5 personen, ik kan bestellen aan de bar. Zou ik misschien de 5 biertjes voor je mogen? Voor mij ook dan, alsjeblieft. Zo, 10 biertjes. Ja. Bro, 1,7 kilometer lopen. Ja, ik kan niet gaan rennen, dan ga ik echt nekken, man. Maar Gazi, je hebt pas 3 biertjes op. Ja. Die roer is natuurlijk weer lopen teugen. Roer zijn bovenaan trouwens. Verbaast het ons? Nee. Oh, die biertjes komen er boven van het rennen. Baby geitjes. Mijn doel is om Milo bij te houden. Kunnen we weer samen fietsen, hè, maatje? Jij is zo zat van mij. Hij is echt helemaal zat. Raak is niet zat van jou, maar zat van de buik. Oh, ik heb al zoveel feitjes over buren. Daar ben ik ook zoveel geweest. En die camping waar we hebben gezeten. En die andere camping met die houten bungalowhutjes. Daar heb ik zoveel Pokémon Gold gespeeld. Dit is nog feestelijk. Dit is nog feestelijk. Nou, doe mij zoveel koek. Ik heb hier zoveel zin in. Wil je nog koek? Ja hoor, lekker. Hier. Bedankt. Helemaal lekker. Ja, ik ben nu echt in het bruisende centrum van Nes. Kijk hoe druk. Gezellig ook, man. Oh. I live it like this. Perfect, thank you. Thank you. Thanks. Oh, Joyce. Hey, even een vraag. Hebben jullie betaald hiervoor? Nee, dat zat Koen zo meteen doen. Ja, weet niet. Weet jullie nog hoe ik er aan toe was? Bij 4 biertjes bij Atje Kratje. Toen lag ik op de grond. Nu met 5 van deze jongens in korte tijd. Dat gaat een probleem worden. Maar ik wil gewoon drinken zodat ik met jou mee kan. Oh, kijk wat hij aan doen is. Vreselijke gozer, man. Tief staan, ik hier die fiets neer. De fiets staat. Op naar het café. Tief, sorry, ik stond mijn been. Jongens! Het is toch ongelopen? Nou, heb je hem? Schrijf lekker aan, zou ik zeggen. Wat moet ik doen? Even 5 biertjes bestellen binnen. 5? Ja, je mag pas weg. Ze zijn wel lekker klein. Ze zijn goed koud. Ik heb er al 3 op trouwens. Huh? Hij heeft helemaal bijna ingehaald. Prima, joh, Rob. Dan ga ik toch met jou mee, Rob? Ja, dan ga ik met jou mee. Hallo meneer, mag ik 5 bier? Yes, thank you. Tja, we gaan poepen, ik ga niet mee. Poepen. Het zijn niet per se hele kleine biertjes. Wil jij roze koek? Ik heb er één. Oh, hij heeft hem al. Koud, gek. Ja, het is ook koud. Tering! Drink niet heel snel weg. Jezus. Miel, gaan we weer inhalen, kut. Nee hoor. Oh, ik doe het rustig aan. Dit is mijn 4e biertje. Dat betekent dat ik er nog 1 moet. Als ik even opschiet, kan ik met Rob mee. Dat zou ik ook wel weer gezellig vinden. Hoeveel zit jullie? Ik zit op 4,5. We beginnen nu met 2. Hou je bek. Ik ga echt snel weg. Ja, maar ik kan niet snel drinken, want ik heb een klein maagje. Kom, kan ik jou blij maken met een banaan? Nee, die roze koeken zijn heerlijk. Ik heb een opdracht hier. Kijk, dat scheelt. Hoi, ja. Daar is mijn opdracht. Kijk, bankzitters, dat zijn wij. Je mag door zodra je de beroemde Amelander droge worst helemaal op hebt. Dat is fijn, want bij de vorige opdracht moesten we 5 biertjes drinken. Super. Nou, dankjewel. Ik ga buiten opeten, denk ik. Ja. Wil je niet op mij wachten? Ik ken nog heel veel leuke verhalen over buren. Ik ga er vandoor. Kijk ook, kijk. Ik vind het nog best met jullie. Koen, ja. Leeg. Godverdomme! Niet die mat! Jongens, ik ga weer lopen. Ja, ik ook. En ik denk dat dit het einde is van het normaal functioneren van FIFA Losify vandaag. We have something to show you. To show? Yeah, it's gonna be fun. Just stay here for a while. Zullen we gewoon gaan? Wat? Dan moet ik in mijn eentje. Ja, Koen, jij gaat in je eentje doen. It's gonna be fun. We gaan gewoon snel. Mensen, we zijn weggelopen. Nu moet Koen dat cadeautje van die man aannemen. Kunnen wij lekker door. En kunnen we Roel en Rob chasen. Het leuke van deze straat is dus, ze hebben het helemaal fietsvrij gemaakt. Dan kan ik me nog wel herinneren van vroeger dat je met de auto omver moest lopen. Ik weet het niet meer. Ze lopen echt 1 minuut achter mij. Ga ze even laten schieten.
Maar dit is oprecht wel iets bruisender gehoord dan dat was toen ik hier jong was. Hey, ja, mag ja. Je wel? Hey, je luistert niet eens, man. Je luistert helemaal niet. Oh, en dit is een irritante. Ik vond hem al irritant. En nu is hij ook nog dronken. Nee. Hij is ook dronken na 5 bier. Ja, maar, oh, wat gek, dronken. Ik ben broodnuchter. Ja, zeker. Dat betekent dus dat ik het nog steeds even irritant vind, maar dat jij irritanter gaat worden. Deze straat ken ik niet. Oh, jammer. Moeten we hierheen? Nee, nee. Waar zie je dat nou nog? Spare ribs? Voor maar 16,50. Miel, dan kunnen we een keer samen heen als we klaar zijn met deze race, want we gaan even Roel chasen. Moeten we niet eens Rob chasen? Ja, maar Rob en oprecht, die hebben we zo te pakken. Die kan helemaal niet lopen. Die gaat sprinten. Jullie waren over mij aan het roddelen. Ik hoorde het. Die Rob kan zeker weer rennen. Nee, ik hoorde nee, het je zeggen. Nee, nee. Ik hoorde het toch. Nee. Ik hoorde het toch. Nee. Ik hoorde het toch dat je het zei. Eén voordeel, dat wil ik wel gezegd hebben. Koen is klaar. Waarom? Daar zijn we vanaf. Hoezo? Je zag slokken nemen. Ja, en hij moest dat cadeautje van die barman afnemen. Ja, die barman had een cadeautje. Ik ben helemaal gesloopt. Ik hoop dat ik hier een soort lekkere pasta kreeg of zo. Maar daar zit ik hier 5 bier drinken. En ben ik beschoten door de Playboy met dubbel E. Nee, nee. Wat is dit? Het is het familierecept. Het is het grootste geheim van Ameland. Maar ik moet ook al 5 pils, hè? Nee. Oké, okay, eentje dan. Is het een nipje? Is het nippen of shotten? Nippen. Ah. Oh, wel lekker. Nou, meneer, dank u wel, hoor. Ik voel me helemaal thuis. Terwijl Koen genoeg toiletpapier heeft voor het komende jaar en zijn laatste biertje wegwerkt, krijgen Milo en Robbie gratis tips van een lokale tourguide. Ik ga eerlijk zeggen, jongens. Dit stuk ken ik niet. Maar hoe is nou de situatie geworden dat ik niet alleen een dronken, irritante mat bij me heb, maar ook nog Rob? Ja. Hoe is mijn dag nou zo tot dat punt gekomen? Dank. Bob. Mensen, dankjewel voor de gastvrijheid. Ik ga naar het volgende checkpoint. Ik voer het volgende checkpoint in op mijn telefoon. Net nadat ik de droge worst heb opgegeten. En het volgende checkpoint is tot mijn grote verbazing maar liefst 3,2 kilometer verwijderd van de worstenmakerij. Dan kan ik maar beter onderweg gaan. Hatsakee, tot zo. 16 minuten lopen, man, gek. Ik ga even een stukje rennen. Dikke sprint. Koen zit de sprint in. Bro, mijn benen zijn letterlijk aardbeien. Helemaal ingesmeerd met slagroom en chocoladesaus. Hallo. Nee! Oh, het kaartje. Je mag door zodra je de beroemde Amelander droge worst helemaal op hebt. Wat is er zo beroemd aan deze droge worst? Wat maakt hem Amelands? Eigenlijk is de echte Amelander worst de rund. Yes, ik weet niet meer wat links is, ik weet niet meer wat rechts is. Ik eet hier een droge worst, terwijl die van binnen toch best wel juicy is. Proost, maatje. Buren blinkert. Dat is waar ik moest zijn. Kijk, hier is het. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Soms tijdelijk, soms permanent. De moderne techniek. Je staat op een prachtig panoramapunt. Tering, wat mooi. Plaats een foto van dit uitzicht in je persoonlijke story met daarbij een poll met 3 antwoordopties. De vraag moet zijn, waar ben ik nu? Ameland heeft 3663 inwoners. Pas bij precies dit aantal stemmen op de optie Ameland mag je verder. De andere 2 antwoordopties mag je zelf verzinnen. Dit is een belangrijke story, want ik kan wel allemaal meme-opties erbij gooien die daar totaal niet zijn. Maar dan gaan ze juist daarop stemmen. Waar ben ik nu? Antwoord 1, Ameland. Antwoord 2, Duiven. Antwoord 3, Bussum. Ja, ik ga jullie... Ja, ik heb hem ook op. Ja, ik ga. Doei. Laten we snel gaan, Miel. Laten we nu snel gaan. Ja, wij gaan laten snel. Laten we snel gaan. Jij mag niet mee. Jij hebt die worst nog niet op. Jij hebt nog niet. Mond open, vriend. Hey. Hallo, hey. Matthias Maarten Lam, mond Hallo. Open. Nu mond open. Waar wil je dat zo gaan zien? Je hebt die worst nog niet eens op. Hoezo loop jij al? Je kunt even lopen zien met hem op de foto. Ja. Nee, hey. Je hebt die worst nog niet op. Je moet blijven staan. Leuk met hem op de foto even. Dat is echt. Blijf. Valspeler. Oh. Ik trapte dat kind bijna omver. Staat hij me goed? Dat petje is van mijn overleden opa, die wil ik echt terug, man. Hey, ben je met een strijder? Wil jij misschien een shout-out doen? Shout-out naar mijn boy Ivo en Jaron. Jaron Jans! Snap je hem? Ja. Oké. Okay. Je bent helemaal goed hier. Ja, ben ik goed hier? Mijn opdracht, oké, dankjewel. Je mag door zodra je de beroemde Amelander droge worst helemaal op hebt. Nou, ik gok dat het deze is. Je zal misschien denken, zit ik hier alleen? Nee, we zijn even gaan rennen. Even rennen. Maar dit is zoveel oncomfortabeler dan gewoon met een hardloopoutfitje. Met die tas en die kutschoenen.
en die jas nu aan. Al die schoenen, man. Ik moet dus fucking nodig plassen, maar dan rennen de hele tijd meisjes van 12 om me heen. Ja. En in tegenstelling tot mat ga ik mijn lul dan niet uitoveren. Wow, dat bier, jongen. Dat nektje, jongen. Hé, hey, dit is mooi. Want Robbie en Mattie zijn dronken. Die kunnen niet meer rennen. Maar ik ren hem gewoon het hele stuk uit, hoor. Maar hij gaat nu een voorsprong pakken. Ja, dat moet hij doen. Die stort eigenlijk toch wel in. Die halen we wel bij. Ah, maar ik moet zo nog plassen. Ik ook. Ah, dan laten we nu gewoon lekker wegrennen. 95 euro boete! Hier. Bro, hoe dronken ben jij? Man, neem met zijn camera kwijt. Wow. We hebben er overheen gepist, nee toch? Kijk, hij is helemaal nat, man. Je pist over die camera. Gat, ja, maar gast! Ja. Ik ben helemaal kwijt. Jullie zijn mijn team, hè? Ja, wij zijn het. Het is een bijzonder team, moet ik zeggen. Ik hoop dat de politie het niet ziet. Dames en heren, de worst is op. Ik mag door. Ja, het volgende punt, dat is 43 minuten lopen. Dit slaat toch helemaal nergens op. Ik ben nu aan het refreshen en ik heb 3526 stemmen. Ik heb er 3673 nodig, dus dat is denk ik nog een paar seconden. Ja, ik heb hem. Oké, ik kan door. Op naar het volgende punt. Het heeft zo'n 10 minuten geduurd voordat ik het had. Ik denk dat iemand met bijvoorbeeld de volger, zoals Matt of Koen, het sneller heeft. Oké, de volgende locatie is weer 1,5 kilometer verder. Ik denk dat ik dat wel in, ik hoop 10 minuten doe. Ja, Milo is de tweede, ja. Milo tweede? Ja. Milo is uitgelopen op Mattie en Robbie en is bijna bij de opdracht van de Instagram story. Bro, ik ben zo kapot. Fuck, ja. Maar ik ben wel bij het volgende checkpoint. Je staat op een prachtig panoramapunt. Tering, wat mooi. Plaats een foto van dit uitzet in je persoonlijke story met daarbij een poll met 3 antwoordopties. Snel die story plaatsen, dan moeten we toch wachten. Dan kan ik even bijkomen. Waar ben ik nu? Antwoord 2 doe ik Ameland, want mensen kiezen altijd het middelste. Dat weet ik toevallig, mensen kiezen vaak het middelste. Antwoord 1 is de KFC. Antwoord 2 is Krimpenerwaard. Ik zie Miel, dat is Miel. Daarachter. Zie je Miel? Daarachter Miel. Dat is ook Miel. Ja. Dat is er sowieso. Wow, hij staat nu bij het bord. Ja, ja. Plaats een foto van het uitzicht in je persoonlijke story met daarbij een poll met 3 antwoordopties. De vraag moet zijn, waar ben ik nu? Ameland heeft 3673 inwoners. Pas bij precies dit aantal stemmen op de optie Ameland mag je verder. Kut man, je hebt veel meer volgers. Ja, maar dat gaat niet heel veel minuten schelen. Maar als ik eerder ben, ga ik wel weg. Het zou als het goed is hier moeten zijn. Ik zie er een camera man staan. Dus dan weet ik wel zeker dat het daar is. Hey, steppies. Dat zou eens even lekker zijn. Let op, je mag ook kiezen om deze challenge niet uit te voeren en nu direct door te gaan. Hier ligt een boek met op 1 pagina groot het woord bankzitters geschreven. Als je deze pagina gewonnen hebt, mag je step gebruiken tot aan het volgende checkpoint. Ik ga voor het boek. Mijn is gepost. Ameland als optie, aap als optie of smiley als optie. Niemand gaat op die aap en die smiley stemmen, dat weet jij ook. Hij heeft op de aap gestemd. Ah, lekker bro. Hij heeft op de aap gestemd. Lekker bro, jij bent een legend. Het is niet heel tactisch wat ik doe. Ik ga iets anders doen. Ik zie hier vouwen in het papier staan. Bankzitters. Ik heb hem. Boom. Nou, doei, doei. Tot de volgende checkpoint of de finish. Wie weet. Doei. 2698. Later, boys. Later. Zie jullie later. Oh, en daar gaan we. En nou zijn we los. Hey, het bizarre is, Milo is gewoon weer aan het sprinten. 20 minuten lopen. 1,5 kilometer. En ik weet niet of ik die rol nog ga inhalen. Maar ik wil in ieder geval voor Matt en Rob blijven. Dan ben ik tweede. En dat zou een wereldprestatie zijn. Dames en heren die dit kijken en mijn persoonlijke kanaal @Matty volgen. Misschien doe je het al 8 jaar, 10 jaar, omdat je een grote legend bent. En die grondlegger van de FIFA community al jarenlang in je feed wil hebben van wat hij nou weer te melden heeft. Op zijn story, op zijn post. Ik wil jullie een dikke vette shout-out geven, mensen. Want ik heb hier op een story van 5 minuten geleden, je gelooft het niet, heb ik genoeg stemmen om weer te gaan rennen. Op een story van 5 minuutjes geleden, ik ga er weer vandoor en ik ga die Miel catchen. Ik win hier zoveel tijd. Jullie zijn de strijders die mij volgen. I love you. We gaan ervoor. Ik zie die Matt rennen. Die Matt die rende achter mij. En die heeft natuurlijk een veel betere conditie. En ik kijk in de verte vooruit. En dan zie ik geen enkel teken van Roel. Jullie vragen je af wat er nou net precies gebeurd is. Nou, dit is er gebeurd. Zo te zien ben je flink gevallen. Ja, dat klopt. Knokkels bloeden een beetje. En mijn knie. Ik moest hierheen steppen, maar op dit pad kan je dus helemaal niet steppen. Boom! 3679. 1 of 2 minuutjes na Matt, we gaan sprinten, man. Ik ga sprinten. Die achterstand ga ik op fitheid goed maken. Bro, ik ren me helemaal met schompers. Rob komt er ook al aan. En die Milo stopt maar niet. Ik weet niet wat dit is. Ik ben helemaal de tyfus. Het zou kunnen komen door die 5 bier, maar ik weet het niet zeker. Oh, dat bier! Dat zet me niet goed, man. Dat zet me echt niet goed.
Ik zie bange kaarten, maar er is hier niemand. Ik zie daar in de verte iemand lopen. Je staat op een prachtig panoramapunt. Plaats een foto van de uitzending in je persoonlijke story met alleen een poll met 3 antwoordopties. Waar moet zijn? Waar ben ik nu? Ameland heeft 3, 6, 7 inwoners. Pas bij precies dit aantal stemmen mag de optie Ameland, mag je verder. Veel andere antwoorden mag je zelf verzinnen. Oké, snel. Oh, wat is dit? Een step. Wat is dit kaartje? Let op, je mag ook kiezen om deze challenge niet uit te voeren en direct door te gaan. Nee, ik wil die step. Hier ligt een boek met op 1 pagina groot het woord bankzitters geschreven. Als je die pagina gevonden hebt, mag je een step gebruiken tot aan het volgende checkpoint. Ga jij zoeken? Ja. Snel, je moet sneller zoeken. Man, damn! Bro, die is hard rennen, man. Bro. Als je deze pagina gevonden hebt, mag je een step gebruiken tot het volgende checkpoint. Die moet ik hebben. Rob komt er ook bijna aan, man. Jongens, wat stond er? Je moet zo'n boek pakken en op 1 pagina staat het woord bankzitters geschreven. Als je die weet, mag je een step pakken. Maar je mag ook kiezen om nu meteen door te gaan. Boys, ik heb hem gevonden. Heb je hem echt? Ik heb hem gevonden. Bro, hou je bek, man. Wat staat hier dan? Hij staat hier. Boek gaat dicht en de step gaat mee met Fifalosophie. En hij gaat voor die tweede, misschien wel de eerste plek. Volgende week heb ik het boek al 3 keer doorgebladen, man. Oké, mensen, tijd om even te gaan steppen en om even die voorsprong te pakken. Oh, wat is dit lekker, zeg. Nee, ik moet oprecht op 100 stemmen. 3600. Ja! Oké, let's go. Oké, we gaan een stukje rennen. Ik ben er een beetje bijgekomen. Nu is een kwestie van op naar het volgende punt. Het is 30 minuten lopen. Ik loop zwaar achter. Maar ik heb hier zeker minuten in gelopen. Zeker op basis van Milo. Dus dat is echt lekker, man. Ja! Godverdomme, ik heb 2 man ingehaald. Godverdomme, ik heb typisch blaadje niet kan vinden. Wow, deze bro. Ik heb hier natuurlijk al op gestaan vandaag. En hij gaat als een jekko. Oh, joh. Hé, daar is hij. Dan moet ik snel gaan. Oké, ik mag een snapje gebruiken. Dat is wel een blessing. Hé, dank jullie wel, hè. Later. Ik ben zo verrot. Het is ongelooflijk. Mijn benen valt eraf. Mijn anus valt eraf. Mijn lul valt eraf. Dat soort dingen wilde ik al de hele tijd zeggen. Want er waren meisjes van 12 omheen. En ja, interesse in de andere mensen binnen onze groep val ik niet op minderjarig. Hé. Hey. Kies een envelop. Het aantal minuten wat daarin zit, moet een persoon naar keuze stil gaan staan. Kies na het openen van jouw envelop een persoon uit en bel diegene. Ik kies deze. 2 minuten. Ik hoor net van die kinderen dat Milo achter mij stond. Dus ik ga Milo bellen, want dat is mijn concurrent. Zij de Koen is nog helemaal achter. Ja, Matt en Rob, die boeien mij niet zo. Yo, Mio. Jij moet 2 minuten wachten als je dit ziet. Doei, doei. Fuck! Ik krijg een bericht van Roel. Jij moet 2 minuten wachten. Ik sta 4e, broer. Hou je muil, eenden! Oké, dan ga ik naar het volgende checkpoint. En dat zou wel eens het eindpunt kunnen zijn. 37 minuten lopen, 2,8 kilometer. Ik ben onderweg naar de finish en sta best wat minuten voor op Mattie en Robbie, die richting het laatste checkpoint steppen en uitlopen op Milo, die door mij 2 minuten moest wachten. Het ding dus met deze step is dat het een kinderstep is. En ik zie er al iemand aankomen steppen. Maar ik heb last van mijn rug. Oh, gelukkig heb ik zo'n grote voorsprong op Koen. Maar ik heb pijn. Heel Ameland crossen op 1 roze koek en 5 biertjes. Ja, Jezus. Daar komt een stepper aan. En ik gok dat het erop is, want Milo is nooit zo snel. Oh, zie Mattie lopen. Daar is hij. Hoe heb jij geen last van je rug? Maar ik weet het al. Die step is op jouw formaat. Heb je nou echt op me gewacht om deze grap te maken? Nee, ik kan niet meer, maar mijn rug doet pijn. Ik ben dus 1,85. Een soort van normale mensenmaat. Zie ik je in aanslag te pakken. Hij is snel, hij is zo snel, ik hou hem nooit meer bij. Hij is snel. Ho! Ik wacht door, oké. Aangezien ik nu zeker weet dat de laatste checkpoint iets is waarbij je tegenstanders mag laten wachten, mag ik toch leiden dat Matt en Rob daar aankomen en Roel laten wachten. Ha. Fuck mijn rug, man. We zijn er. Ik ben echt geblest door mijn volgers, man. Maar je hebt me alweer ingehaald. Wow. Ik lag 4e. Ja. Bij de volgende checkpoint. En nu ben ik gedeeld 2e met jou, dat doet me goed. Maar ik ga het niet lang meer volhouden. Daar is het checkpoint. De opdracht is, kies een envelop het aantal minuten wat daarin staat. Moet een persoon naar keuze stil gaan staan. Oh. Kies na het openen van jouw envelop een persoon uit Bro. En bel diegene. Ik Bro, kies eens voor... Ik pak deze. Deze. Ik heb 10 minuten. Wat heb jij? Ik heb 5 minuten. Wow, we kunnen onderhandelen. Als jij mij 5 geeft, geef ik jou 10. We kunnen ook samen 15 aan Roel geven. Ja. Dan kunnen ja. we allebei nog winnen. Dan gaat het Bro, om... jij bent slim. Dan... Yo, vriend. Ik moet wachten of niet? Je hoeft slechts 10 minuten te wachten. Hou je bek. 10 minuten, maar dan tellen we die 5 van mij, omdat ik precies tegelijk met Rob aankwam erbij op. 15 minuten voor jou. 15 minuten wachten. Ja, bro. Dan ben ik klaar. Hij zat 20 minuten voor of zo. We kunnen hem nog pakken. Kunnen ontvangstcomité. Zijn ze al weg? Fuck! Let op, je mag ook kiezen om deze challenge niet uit te voeren en direct door te gaan. Ligt een bank. Boek met op 1 pagina groot voor de bank. Dus als je de pagina hebt gevonden, mag je een step gebruiken. Oké.
Weet u toevallig de paginanummer? Ja. Welk nummer is het? Eentje. 140. Top! Hoppa! Gevonden. Dames, dank jullie wel. Oké, mensen. Ik ga steppen. Mensen. Rob, ga jij het doen. Ga jij het maar doen. We gaan ervoor. Het is nog 2x3 kilometer. Roel heeft al die voorsprong gepakt bij die bieries. Maar ik hou het niet meer vol. Ik ben zo misselijk. Ik heb niks gegeten. Rob heeft nog energie om te joggen. Oh mijn god. Rustig aan hoor. Hoe lang is je al? Nog niet heel lang. 7 minuten pas. Come on, het kan. Ik ben wel echt kapot. En Roel is dadelijk helemaal uitgerust. Het enige wat ik moet hopen is dat ik niet door Milo of Koen gebeld word. Oké, ik ben er bijna. Ik heb mijn step net gedropt toen het deze ondergrond werd. Kies een envelop. Het aantal minuten wat daarin zit, moet een persoon naar keuze stil gaan staan. Kies na het openen van je envelop een persoon uit en bel diegene. Ik ga voor de meest linker. Oh, oké, even kijken. Kaartje. 1 minuut. Kijk, weet je wat ik ga doen? Ik bel Koen gewoon. Want volgens mij hoor ik hem dan al aankomen. Oh mijn god! Ik ga eens even iemand bellen. Waarom? Ik moet iemand bellen die stil gaat staan, man. Volgens mij ben ik. Yo! Ja, jij moet 1 minuut stilstaan, bro. Jij moet 1 minuut stilstaan. Waarom? Dat is de opdracht, dat is de opdracht. Waarom doe je dit? Ik weet het wel, maar ik ga toch niemand meer inhalen. Hoezo, wat is de opdracht dan? Oh, stilstaan! Oh! 1 minuut, hou de timer maar bij. 1 minuut. Waarom ik, man? Oh, wie dan? Wie dan? Josje, wie dan? Jij bel Roel. Ja, kan mij schelen, ik haal die toch niet meer in. Bro, ik loop hier gewoon chill. Wat zie ik hier? Is dat hoe 15 minuten straf eruit ziet? Heeft hij nog gepakt? Hij is al lang voorbij, man. Ik weet het, want ik liep samen met hem, maar ik kon de sprint niet meer hebben. Hoe lang heb je nog? 2 minuten. Oké, dan ga ik nog even proberen in ieder geval tweede te worden. Ik was hier gewoon aan het wandelen naar het einde. Te vanuitgaande dat ik derde werd, zie ik ineens die oude bokkelen in het gras liggen. Moet 10 seconden stilstaan. Dan bel ik Miel. En dan moet waarschijnlijk Miel stilstaan. Maar waarom ik, ouwe? Even Joesje. De strijd is mij en Miel. Even eerlijk. Oké. Kies er 1. Staat hier. Oké. Challenge. 3 minuten. Oh mijn god. Ik ga nu Miel bellen. Het is ongelooflijk. Yo, neefje. Neefie. Je moet 3 minuten stilstaan. De tijd gaat nu in. Miel! Miel! Niet zo. Ik kan niet meer. Wat denk je van mij? En die Roel, die heeft aan 1 stuk door gerend. Zullen wij gewoon samen blijven? Nee, doei. Waarom niet? Dan kunnen we toch samen blijven, bro. Nee hoor. Ik ga niet verliezen. Ik ga niet verliezen. Nog 1,5 minuut. En daar gaat hij. Bam, ik mag weer. Ik loop denk ik zo'n 2 minuten achter op mat. Rob, die is er denk ik al. Dat gelukkig niet, maar het scheelt niet veel meer. Iedereen gaat nu richting de finish en met nog een paar kilometers te gaan staan de winnaar en verliezer van deze race nog niet vast. In de verte zie ik een soort beeld. Waarschijnlijk is dat het, man. Het is gewoon binnen zicht. Maar het is wel nog echt 1 kilometer of zo. En dan ook nog het berg op. Tussen de mos en het zand. Maakt het niet bepaald makkelijk. Dames en heren, ik heb zojuist de laatste locatie ingevuld. Dat is 33 minuten lopen. 2,5 kilometer. Dan ben ik echt zo blij dat Milo achter mij zit. Maar ik moet echt alles geven om niet laatste te worden. Dus ik ga gewoon rennen en dan gaan we ervoor. 3, 2, 1. Ik mag weer. Heb ik hier nog zin in? Heb ik hier nog zin in om te rennen? Hij loopt daar. Hij loopt daar. Een direct sprintduel. Ik zie Milo al lopen. Godverdomme. Slenderman. Achter me aan. Maar ik heb die voorsprong. Ik ga rennen. 1 roze koek en 5 bier. En hij loopt heel Ameland over. Oude boklul mag tweede worden. Hé hey vriend. Het interesseert me niet of ik tweede of derde word. Zolang ik maar niet laatste word, vind ik alles helemaal dikke gefeestje flapsineest. Roel, Rob. Het kan nog heel spannend worden. Ik ga hem niet meer winnen. Matt heeft het opgegeven. En ik zit ook wel dicht bij het punt hoor. Ik ben helemaal kapot. Het kan niet dat een van die andere jongens nog een eindsprint gaat trekken. Het is zo taai. Oh. Kom op Roel. Het is hier man. Je moet alleen over zo'n muur heen. Een muur aan duinen. Zeg me dat er nog niemand staat, man. Ik ben helemaal naar de tyfus. Als ik nu tweede ben, ik kan maar janken, man. Dit is het! Het baken van fucking Ameland! Kom op! Ik ben de eerste! Ja! Helikopter! Rijden! Oh. Tweede. Oh. Fuck! Yes!
Ik teken voor die middenmotor. Ik zeg, dit is zwaarder dan de 24 uur marathon. Hey, maar wat is er met die stalen benen van je gebeurd? Ik kan niet functioneren op één roze koek en vijf bier op een dag. Wow, mag ik jou welkom heten? Bij het baken. Bij het baken van Ameland. Het baken, man. Volgens mij is er een epische eindstre sprint gaande aan het einde van het veld. De staat is als volgt. Ik moet nog 2 kilometer. En Mia loopt daar. Hij zit de hele tijd naar mij te kijken. Ik weet, als hij nu gaat sprinten om me in te halen, tegen de tijd dat hij bij mij is, is hij helemaal kapot. Als hij niet kijkt, doe ik even rennen. Zodat hij denkt, oh, hij wandelt. Mooi. Maar stiekem jog ik. Het mooie is, ik ga zo hier het hoekje om. Zie je dit? Dan ga ik even 100 meter sprint. En Milo weet niet dat ik dat ga doen. Dus ik kom ook het hoekje om en dan ben ik veel verder weg. Nu gaat die bos in. Nu kan ik meters maken. Kijk, hij is nu weg. Gaan we nu een stukje sprinten. Let's go. Ik wil niet dat hij ziet dat ik ren. Ik moet zo dichtbij mogelijk komen. Zonder dat hij doorheeft dat ik nog ren. Nog 1,4 kilometer dit pad. En dan ben ik er. En dan zie ik je, Milo. Je loopt zeker nog 300 meter achter. Als ik dat voorblijf, ben ik van Milo. Maar hij heeft me wel gezien nu. Dus hij denkt wel van, ik kan hem misschien pakken. Koen rent door de duinen van Ameland om niet laatste te worden. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Bro, wacht even op mij. Hai joh, ga weg man. Dikke spektiet. Had hij niet moeten zeggen. Had hij niet moeten zeggen. Wow, gaat hij bijna Maula. Mensen, het is hier zo glad. Even het laatste stukje samen. Kom maar. Is toch gezellig? Dat is heel gezellig, vriend. Als broeders komen we samen over de finish. Gezellig. Miel, ik zou zeggen, we lopen en dan laatste 100 meter sprint wordt een sprint. Ik vind het goed. Oké. Okay. Kom maar, jongen. Ik merk dat ik nog helemaal niet moe ben. Ik hoor het ook aan je. Die 100 meter sprint, hè. Dan gaat iedereen voor eens en altijd zien wie er snel is op de 100 meter sprint. Nee. Na het lopen of heel Ameland. Hé, hey, dat is hem, man. Wat een prachtig Amelands eindpunt. Het baken van Ameland. Oh, god. Bro. Bro, wat doe jij? Bro, het is hier ineens 5 meter diep. Godverdomme. Zit een mentale klap. Het amulet van Ameland. Brand aan de horizon. Ben je klaar voor? Ja. In 3, 2, 1. Ja, ja. Gaan. Geef je op! Wat doet hij? Ik ga weer hier. Wat is even. Milo als eerst! Het baken! Over die duinen! Hoe kom ik daar? Hier. Overheen! Het is dat ding! Het is dat ding! Waar is Koen? Het snijdt helemaal met mijn pik. Heb je de sprint gewonnen van Koen? Dit was niet normaal. Hij heeft zeker proberen te haken. Je moet hierin. Hier, de baken aantik hierachter. Dat ding. Is dit echt een manier? Nee, ik kan beter hier omheen lopen. Nee, hier eromheen is om, man. Nee, je moet er echt overheen. Ik geloof jullie echt niet. Hier kan je gewoon doorheen lopen. Tyfushonden. jullie zijn zeldzame tyfushonden. Nee, je hebt gewonnen, man. De laatste 50 meter. En dat is het verschil. En het baken van Ameland. Wat een race op Ameland, zeg. Nee! Deze niet, Barkie. Ik ben zo dood. Ik dacht, wat is dit? Laat ik omhoog rennen. Het leek op een andere berg te zijn. Jouw straf, Koen. Nou, wat zou het zijn? Hey, hij heeft de vis! Ja hoor! Ja. Zullen we maar even zeggen wat jouw straf is? Nou. Jij moet even lekker. Zeeën. Maar niet kopje onder. Oh jawel. Oké. Okay. Je hebt even kopje onder. Net als zonder zijn broek of skinny dippen. Ik vind zelf skinny dippen. Nou hup. Nou, doei. Koen. Dan aan! En je hebt geschoren, je reep. Helemaal niet. Of je hebt een keer gewassen, dat zou ook kunnen. Ja! Dat kapsel. Er komt net gewoon. Echt niet veel meer. High five. 2 high five. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Vond je dat leuk? Er is allemaal poep tussen zijn aderen. Doe zeker een duimpje omhoog. En allemaal nieuwe bankjes, bijna op 1 miljoen. Bedankt voor het kijken en de groeten.